staan hier tijdens het veilingdiner van de Rotary Club Oldebroek-Elburg en ik sta hier met de heer Peter van Andel. Meneer van Andel, de Rotary, wat doen die precies? Nou, de Rotary die kan je het beste illustreren aan de hand van hun motto en dat is Service Above Self. Het is een serviceclub die vooral de goede dingen wil doen in de samenleving. Dat Service Above Self, dat houdt in dat je beter dingen voor anderen kunt doen dan alleen maar aan jezelf denken. En het is dus het is zeker geen gezelligheidsvereniging, het is een club van mensen uit verschillende beroepen die elkaar wekelijks ontmoeten. Het is een wekelijks terugkerend fenomeen, maar die vooral door dit soort acties zaken voor goede doelen voor elkaar willen brengen. Ja, vanavond een unieke avond, want voor het eerst in de geschiedenis een veilingdiner hier in Koelehagen in Wezep. Wat gaan we precies beleven? Wat gaan we doen? Nou, wat we gaan doen is een aantal mensen in onze club die het gewoon belangrijk vinden om dingen voor goede doelen voor elkaar te brengen. Die hebben het plan opgevat dit veilingdiner te organiseren. In het verleden hebben we de 4x4 wintertrail gehad op de crossbaan in Heerde. Maar ja, na 10 jaar moet je dan ook eens zeggen we moeten eens wat anders. En zij hebben dit opgepakt. En wat wij gaan doen is voor de Chummy Foundation. Dat is voor de jeugd in de townships in Zuid-Afrika en voor de voedselbank Oldebroek-Elburg geld bij elkaar brengen. En daar hopen we dat zij hele goede dingen mee doen. Wij weten dat de voedselbank vooral behoefte heeft aan een koelauto, dus daar willen we graag aan bijdragen. En de Chummy Foundation heeft altijd geld nodig, want in Afrika is altijd geld nodig. 75 euro. Voor een kaart van Nederland Tsjechië volgende week doen we een hartstikke belangrijke wedstrijd. Steun naar Zandvoort. 100 euro. Dat zijn twee kaartjes. Twee kaartjes voor het Nederlands Elftal. 200 is de hoogste bieden op de markt. 12,75. Alles waar. En ik weet dat ze gaan winnen, heb ik opgesproken. 12,75. Eenmaal. Allemaal. Vettel. Voor de voedselman Elburg deze dan, hè? 450 euro. Eenmaal. Allemaal, het grootste schilderij tegen de achterban, dat is gemaakt hier aan, we kennen misschien allemaal wel voor een korte gedeelte, de Kampenstraatweg, die loopt tussen Wezep en Kampen, en dan ligt een kleine hut, de Zanden. En bij de Zanden, daar is een parkeerplaats, waar vroeger de kruisschepen voor de kazerne aanlegden en dan kun je prachtig zitten en dan zie je op de achtergrond de overkant en dat is de Wilson. 1000 euro voor deze meneer. 1000 euro. Meneer, nog één keer, niet door mee, voor 1100 euro. Meneer Freitas, vanavond te gast hier in Wezep bij de Rotary Club. Wat is uw indruk? Nou, ik vind het een ongelooflijke gezellige sfeer hier. Allemaal ondernemers volgens mij die bij elkaar zitten en een hoop plezier maken. Maar daarnaast ook natuurlijk voor het goede doel proberen een mooie opbrengst bij elkaar te krijgen. En daar zijn wij als Chummy een van de begunstigden van. Ja, u heeft de rol van veilingmeester op een voortreffelijke manier vertaald. Straks gaan we het bedrag met elkaar nog horen wat hier is opgebracht. Ja, het goede doel waar u zich voor inzet, kunt u dat kort omschrijven? Ja, wij zijn actief in Zuid-Afrika. Dat is een Nederlandse arts, die supporten wij. En die doet eigenlijk via de Maslow-pyramide, zoals dat mooi heet, doet hij kinderen verzorgen. Dat betekent, hij begint met het primaire zorg als water en voeding. En dan komt daarboven natuurlijk een stukje veiligheid, want daar kinderen in Zuid-Afrika hebben vaak geen ouders. Die willen toch veiligheid hebben, dus we zorgen ook voor huisjes. En daarna zorgen we natuurlijk ook voor een stukje educatie, dus naar school kunnen gaan. En daarboven komt ook nog een stukje sport en entertainment. Dus we proberen de hele kolom van Maslow zeg maar in te vullen. Zodat die kinderen uiteindelijk opgroeien in een gelukkige manier. En een waardevolle burger kunnen worden in Zuid-Afrika. Helmut Vlier, ondernemer van Hulsvlier uit Elburg. Helmich, tevreden over deze avond? Absoluut. Ik heb nog niet gehoord wat de definitieve uitslag is. Maar we verwachten dat de totale opbrengst beduidend meer is dan we oorspronkelijk verwacht hadden. We staan hier bij ondernemer, slager, barbecue specialist ja, en levensgenieter Jacques van Gulik. Ja Jacques, een hele mooie avond hier, of niet? Ja, geweldig, geweldig. Ongelooflijk hoeveel geboden is en hoeveel loten er verkocht zijn. Echt, mensen die hebben echt heel goed gereageerd. Echt. Ik zie hier een penningmeester die druk de kas aan de spek is voor het goede doel. Ja, ja absoluut. We moeten het nog even optellen, maar we verwachten een hele goede opbrengst. We gaan straks met z'n allen de uitslag beleven en mooi, hopen op een heel mooi resultaat. Bedankt. Hartstikke mooi. Graag gedaan.
Dames en heren, wat jullie vanavond gedaan hebben is geen 10.000 euro, geen 20.000 euro, maar 25.000 euro. En 12.500 voor de voedselbank. We zijn in de finale van deze mooie avond hier, dit diner en veiling. En meneer Gerards, tevreden over de opbrengst? Geweldig. Hadden we niet verwacht. We zijn zeer vergild. Zeer vergild. Ja, meneer Vrijlings, u heeft ook als veilingmeester gefungeerd. Ja, ik kan ook stellen dat u als veilingmeester ook succesvol bent geweest met dit resultaat. Nou, dus ik ben er ongelooflijk blij mee. Hè? Zowel voor ons alle twee, want we weten dat we op een goede manier terechtkomt. Ja. En dat we daar heel veel mooie dingen mee kunnen doen. Een fantastische bedrag. We wensen u allebei met uw beide organisaties heel veel succes. Vriendelijk dank. Dus we zijn er zeer blij mee. Dank u. Peter Paul, de avond is voorbij. Jij zat in de organisatie met z'n tienen, 10 maanden. En een super resultaat, of niet? Ja, het is boven verwachting. We waren overigens met z'n 11. Maar het idee is binnen de Rotary ontstaan. En we wilden in 10 maanden tijd 10.000 euro opbrengen voor 2 hele goede doelen. En volgens mij is dat gelukt, want dat was uiteindelijk 25.000 euro. Ja, het is super gelukt. En als ik alle mensen in de zaal zie, was iedereen ook super tevreden. De sfeer was ook goed. Ja, de sfeer was heel erg goed. En dat komt natuurlijk ook omdat er veel ondernemers uit de regio hebben kavels aangeboden. En die mensen zijn ook hier in de zaal. Er zijn ook veel Rotarians, veel relaties zijn uitgenodigd. En ik denk dat een hele goede sfeer bijdraagt aan zoiets. En dat je daarmee ook veel kunt betekenen voor 2 goede doelen. En daar ging het ons om. Ja, bedankt voor jullie inzet en nog heel veel succes met de andere activiteiten. Dankjewel. Ja, PP. Verkoop.